Ik heb verstand van voetballen. En dan die verhalen over dat geld. Nou, waanzinnig verhalen allemaal. Ik zeg altijd dat iedereen moet zijn eigen werk doen. En zo gebeurt het wel. Was het voor jou een WK van momenten? Ja, alleen maar momenten. En momenten naar uitleiding van. Dus niet momenten dat jij zegt, hé jongens, ik ga dat en dat eens doen. Nee, we staan achter, we hebben geen keus, nou laten we eens gaan. Dat zijn dingen die normaal gesproken, waar ik niet van hou. Zag je dat ook terug bij het Nederlands elftal? Ja, Nederlands elftal, wat dat betreft het meest treurige moment. Dat was dat ze met 2-0 achter stonden tegen Brazilië. En dat we toen een half uurtje Nederlands voetbal gezien hebben. Superklasse. Brazilië kwam niet meer over de helft. Maar ja, waarom dat nou gebeuren moet met een 2-0 achterstand. En waarom je niet zo begint en zegt als wij zo spelen worden wij wereldkampioen. Gebeurde dat alleen maar omdat de teugels losgelaten werden vanaf de zijkant? Nou, niet vanaf de zijkant. Dat is een kwestie dat... Ik bedoel vanaf de bank? Nee, ik denk niet dat de bank terecht wat mee te maken. Het is een bepaalde sfeer. En wat je op het veld ziet is vaak een spiegel van wat er allemaal omheen gebeurt. Wat er bij Barcelona aanvallend agressief gevoetbald is dat omdat iedereen eromheen aanvallend en agressief is ingesteld. In alles wat je doet. Laten we zeggen, in de manier waarop je eet. Ook al een voorbeeld. Als wij 's middags eten helemaal in Spanje en met geen boterhammetje maar eet. Dan kun je uitgebreid eten en je kan eten. Nou, als nou alles op tempo gedaan wordt, dan zie je bijna altijd, als je nu gaat kijken, dan zie je dat die gasten snel eten. En misschien zal een dokter zeggen, ja, is helemaal niet goed. Nee, dat kan wel dat helemaal niet goed is. Maar het is een mentaliteit die heerst. En dan zelfs in zoiets onbenulligs zie je dat terug. Heeft Nederland te snel gegeten op het WK? Nederland heeft helemaal geen enkele agressiviteit gehad, behalve vanuit een noodsituatie. Het was tegen Brazilië met 2-0 achter. En toen was eigenlijk de nood al te groot. Mio! Er werd gezegd, de sfeer is zo goed in het team. Het is een vriendenclub. Nou, daar hebben ze groot gelijk in. Maar met mijn vrienden ga ik niet in werk. Met mijn vrienden ga ik op vakantie. Met mijn vrienden ga ik golven. Maar met mijn vrienden ga ik echt niet morgen tegen Milaan spelen. Daar gebruik ik mijn spelers voor. En al is er nou een speler waar ik een bloedhekel aan heb. Om welke reden dan ook. Maar ik denk dat hij beter is en ik kan die wedstrijd laten winnen, speelt hij echt. Dat wil zeggen, ik ga niet met mijn vrienden. Ik ging daar naartoe om te winnen. En meer niet. Is er te weinig gewerkt aan het creëren van conflict situaties? Wat jij in het verleden wel bewust hebt gedaan? Niet, geen creëren van conflict. Dat hoeft niet. Die komen vanzelf wel. Dat hoef je niet te creëren. Die komen er vanzelf wel. Die zijn er niet geweest? Nee. Maar nogmaals, dat zijn dingen die zie je vanaf begin af zie je het aankomen. Ik heb het net al een paar keer hetzelfde voorbeeld gegeven. Staats is een organisatiespecialist. Dus je gaat al die grote bedrijven om de boel op poten te zetten, noem maar op. Dus waar kun je makkelijker als ik, als geen specialist, is daar makkelijk mee te praten. Dus we komen op een gegeven moment zeg maar tot de conclusie dat de 10 man mee moeten. Ongeveer, hè. 10 man. In de begeleiding? Ja, dat gaat natuurlijk vanaf een secretaris tot een dokter, tot een kok en trainers, weet ik veel wat allemaal. Nou, er zijn een x-aantal mensen voor nodig. Dan heb ik het technische gedeelte logischerwijs voor mijn rekening genomen en hij het niet-technische gedeelte. En als hij dus al de beslissing neemt in ons gesprek dat er een paar bij zijn die dus niet capabel zijn om op een hoog niveau onder druk, onder stress te werken, dan moeten die niet mee. Nou, was zijn beslissing, zijn inzichten, niet in mij, want ik ken die mensen niet eens, dus ik kan mij niet eens wat vragen. En ik doe die tv en dan zie ik ze toch rondlopen. Ja, dan kun je natuurlijk nooit meer winnen. En zo simpel is het. En op het moment dat ze zelf weten dat ze geen verstand van hebben, dan ben je net op de goede weg. Hé, staat, je bent verkeerd bezig. Als ik ergens naartoe ga en ik heb de verantwoordelijkheid en mijn nek steek ik uit, dan neem ik de beslissing. Vond je het vertrek van Ruud Gullit begrijpelijk? Ja. Tenminste, zover begrijpelijk. Ik weet wat hij denkt, wat hij voelt. Tenminste, ik denk dat te weten, want ik heb ook niet met hem gesproken. Maar als je dan een beetje in de wereld zit en je kan een beetje op en aftrekken, dan kom je tot een redelijke conclusie, of gewoon een gevaarlijke conclusie, want je hebt niet met hem gesproken. Vind je niet dat hij zijn verantwoordelijkheid ontlopen heeft? Door voor het WK de discussie aan te gaan?
Ik denk dat hij gevoelsmatig hetzelfde gevoeld heeft als dat ik gevoeld heb. Laten we zeggen wat minder ervaring gehad heb. En dus de fout gemaakt heb om terug te komen. En toen hij terugkwam, denk ik dat hij zag wat hij vermoedde. Dan heb je maar één keuze, moet je weggaan. De verdettes, hebben die het af laten weten in jouw ogen? De verdettes in het Nederlandse team en dan met name de routiniers? Nogmaals. Ik heb een paar keer gezegd dat de omstandigheden altijd de spiegel is van een elftal. Dus als de verdettes zijn, wie niet agressief zijn, hoe kun je een agressief elftal hebben? Dat kan niet. Je kan niet in een vis restaurant pas een biefstukje gaan eten. Dan moet je in een ander restaurant wezen. Dat kan niet. Hé, dat is toch niet. Maar Dick is toch geen jongen om ruzie te maken? Hoe kun je dan agressiviteit kwijt? Dus dat kan niet. De spelregels zijn heel simpel. En dan kun je het wel mee eens zijn, dan kun je het niet mee eens zijn. Wat je om je heen ziet is ook niet zo verschrikkelijk van soeps. Tijf en Drit verliezen toch degene die verliezen. En Tijf en Drit winnen toch degene die winnen. Maar zo functioneert het dan eenmaal. Als Romario morgen in Brazilië wil blijven. En die wil daarvoor weet ik van wie spelen. En dan legt het geld op tafel wat er in zijn contract staat. Dan hoeft hij eigenlijk niet eens langs te komen. Dan kun je alleen die wissel opsturen. En dan is dat genoeg. Hoeveel geld moet er op die wissel staan? Eerlijk gezegd weet ik niet, maar als ik moet gaan schatten, zo'n beetje, geloof ik dat zijn afkoopsom, want zo heet dat dan in Spanje. Ik geloof dat Romario, er kan er één meer of één minder zijn, maar ik schat iets van 20 miljoen gulden is. En als hij morgen opstuurt, dan is hij vrij om te gaan en staan we niet op. Dus ook dat is niet zo moeilijk. Dus er moet orde en regel zijn. Blijft Jordi, jouw zoon, bij de selectie? Hij zit er niet bij? Hij zit er niet bij. Hij is dus, hij zit officieel in de tweede selectie, bij het tweede elftal. We hebben het gewoond omdat ik een kleine eerste selectie wil hebben. Dan komen dus in de voorbereiding een paar mensen tekort. En dan kies je dus de mensen uit die dus veel toekomst hebben, die goed kunnen voetballen. En in dit geval is hij er één van. En ik moet zeggen, als vader en als trainer was ik gisteren super trots. Ja. Vooral als vader? Nou, als trainer ook. Maar als vader op de eerste plaats natuurlijk. Want er moet natuurlijk altijd een beetje onderscheid blijven. Is er een mogelijkheid dat hij competitie gaat spelen? Of gaat hij terug naar, naar het opleidingsinstituut, naar het filiaal? Nee, in principe gaat hij dit jaar speelt hij bij tweede. In principe speelt hij bij tweede. Maar ja, dat wil bij mij niet zoveel zeggen. Want als er morgen Romario niet terugkomt en hij is degene wie die drie goals maakt, staat hij er echt in. Daar zitten we niet mee. Op geen enkel gebied.